Deze grote fabriek in de Botlek is gezamenlijk eigendom van het openbaar lichaam Rijnmond en de 23 gemeenten in dat gebied. Het complex herbergt de installaties van de AVR, de afvalverwerking Rijnmond, die hier zowel het huisvuil als het industriële afval uit de hele omtrek en ook van daarbuiten verwerkt. Uit de enorme stortbunkers wordt het afval door grote grijperkranen omhoog gebracht en gestort in de trechter van een van de 6 verbrandingsovens die vanuit een centrale regelkamer bediend en gecontroleerd worden. Het zijn zogenaamde roosterovens, waarin het vuil op een continu bewegend rooster in ongeveer 1 uur tijd bij een temperatuur van 1000 graden Celsius volledig uitbrandt. Na de verbranding blijven bruikbare restproducten over, zoals slakken, die onder andere gebruikt worden bij verharding van wegen en ophoging van terreinen. Grote magneten halen het schroot eruit dat grondstof is voor de staalproductie. De fijne stofdelen uit het rookgas, die door filters worden tegengehouden, vormen samen vliegas, die weer gebruikt kan worden bij de asfaltproductie. Verder wordt de hitte van de vuren gebruikt om water om te zetten in stoom, die naar een elektrische centrale wordt geleid, waar 3 turbogeneratoren zorgen voor de opwekking van elektriciteit. De totale capaciteit van de centrale is voldoende om een middelgrote stad geheel van elektriciteit te voorzien. Ten slotte wordt water uit de Nieuwe Waterweg ook nog gebruikt in de waterfabriek van de AVR, waar het in 3 verdampers wordt omgezet in gedestilleerd water dat via een 40 kilometer lang leidingnet geleverd wordt aan de industrie in Rijnmond. Vele van deze industrieën produceren grote hoeveelheden chemisch afval, zowel in vaste als in vloeibare vorm. En dat komt voor een belangrijk deel weer terecht bij de AVR, waar het in het eigen laboratorium eerst geanalyseerd wordt. Aan de hand van monsters wordt met name nagegaan of er ongewenste, milieugevaarlijke rookgassen bij de verbranding kunnen ontstaan. De verbranding van het chemisch afval gebeurt in 2 draaitrommelovens met naverbrandingskamers. Een rookgasreinigingsinstallatie zorgt ervoor dat stofneerslag in dit toch al belaste gebied zoveel mogelijk wordt voorkomen. Uit de schoorstenen van de AVR, de afvalverwerking Rijnmond, ontsnapt dan ook voornamelijk waterdamp.